Man, man, man. Ja, ongelooflijk hè. Op bezoek bij de nummer 5 van Nederland en zo spelen. En dan toch maar met 1 punt staan. Dat is natuurlijk een grote ontgoocheling. Ja. Ja, want ik zag dat veld afkomen, de jongens van jou. Natuurlijk geven ze een hand en een schouderklop, want het was aardig. Maar ze zitten er toch alsnog doorheen alsof het een nederlaag is. Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Gezien het spel wat we de laatste week toch laten zien. En als je ziet wat we vandaag laten zien, moet ik zeggen dat we stroef starten. En dat Den Haag opportunistisch begint, zoals ze dat al wel vaker doen. Maar daarna, naarmate de wedstrijd voordat, zie je dat je goed in de wedstrijd komt. Je komt op 2 goals voor. Nou, dan weet je dat er na de rust enorm voor ruimte zal komen. Dat Den Haag wat verder naar voren zal spelen. Ja, en het enige wat ik de ploeg kan verwijten en ons kan verwijten is dat we op een gegeven moment niet de derde goal maken. En daar hebben we zat mogelijkheden voor gehad. En iets waar we heel erg aan moeten werken is met name in de laatste fase de juiste keuzes maken. Want daar laten we gewoon te veel lopen om dit soort wedstrijden dan op een professionele manier tot een goed einde te spelen. En dan zie je, dan gaan ze van bank spelen. Ja, en dan vallen de balletjes goed en dan kost het je gewoon 2 hele kostbare punten. Juiste keuzes. Wat bedoel je daar precies mee? Waarom je het uit handen geeft dus? Nou, ik vind met name in de eindfase, als ik memoreer aan de derde goal maken, dan hebben we daar 2-3 hele goede kansen voor gehad. Maar ik heb ook nog een paar countersituaties gezien, waardoor we te lang met de bal lopen. Of dat we gewoon snel het eindpas moeten spelen. Met name op de 2 zijkanten, die natuurlijk in zeer goede doen zijn. Ja, en daar laten we gewoon momenten voorbij gaan. En daar worden dit soort wedstrijden op beslist. Ja, Castanjos maakt moeilijke kansen briljant af. En makkelijke ballen heeft hij last van. Ja, nou ja, goed. Kijk, ik vind altijd je kan een kans missen. Maar als je dan aan mij vraagt waar is het fout gaan, is denk ik dat het allerbelangrijkste. Dat wij in die fase niet de derde goal maken. Want ja, dan zal Den Haag er klaar mee zijn en kan je er misschien nog een paar meer maken. Ja, met verkeerde keuzes maken doe je dan ook een beetje op Wijnaldum zonder iemand individueel aan te pakken. Maar je ziet soms dat hij toch verkeerde dingen net beslist op een cruciaal moment. Ja, nee, goed. Ik ga het mij te ver om over 1 speler te hebben. Maar Gini op die positie is daar natuurlijk heel bepalend in en heel belangrijk in. En daar laten we soms momenten voorbij gaan. Maar ja, het is gewoon doodzonde. Maar aan de andere kant kan ik ook wel weer verder met dit spel. Hè. Dat is altijd vrij makkelijk voor een coach om te zeggen. Maar gezien het feit wat we de laatste weken laten zien, gaan wij zeker nog heel veel punten halen. Laten we eerlijk zijn, we spelen hier bij Den Haag. En wat een ploeg is wat normaal de tegenstander bij de strot pakt. Nou, daar heb ik absoluut niks van gezien. Alleen we vergeten deze wedstrijd om een professionele manier af te maken. Ja, het schiet alleen voor een meter op 1 punt. Nee, dat gaat niet echt hard. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. En werken aan de mindere punten. En volgende week weer de staan tegen Groningen. Dankjewel. Thanks. Ga voor meer video's naar eredivisie.nl.